dan wordt het wel heel spannend. Het is zeker wel een serieuze toename, kan zou ik willen zeggen. Nou, niet extreem groot, maar hij is wel duidelijk aan het. Ja. Er zijn buitjes al ontstaan in het zuiden van Nederland, ook onder andere net boven zee in Zeeland. Ja, en op het moment dat die buitjes wat meer naar rechts beginnen te trekken, dan komen ze toch wat meer in deze omgeving uit. En vanwege de avondspits moeten we ook eventjes de grote steden voorbij, waaronder Utrecht. Dus dat is dan net eventjes tactisch wat handiger. Want als we in de spits terechtkomen en we moeten de buien halen, dan hebben we toch wel een probleempje. Mooi hoe die inflow en de neerslag gescheiden zijn bij dit soort buien. Je ziet dus eigenlijk heel duidelijk die opwaartse luchtstroom van die buien aan de linkerkant. Met daar dus die voet, daaronder, daar wordt de warme lucht naar binnen gezogen. En dan rechts zie je dus echt die neerslagkern. En op de radar zagen we een reflectiviteit van ruim 60 dbz. Dus er kan maar zo eens hagel in zitten van 3, misschien wel 4 centimeter. En je ziet ook een klein voetje aan de onderkant van die bui ontstaan. Daar heb je een drukverlaging met een klein staartje onder de neerslag. En dat noemen we de walcloud. En dit deel van de supercel dat roteert. Nou, in het meest extreme geval zou op die plek een tornado kunnen ontstaan. Maar hij zit vrij hoog van de grond. Dus dat is momenteel erg onwaarschijnlijk. Verder ook heel bliksemactief. Je ziet de stijgstroom mooi knipperen. Dus al met al wel een mooi fotogeniek geheel hier in Drenthe. Auto in. Ik zet nou staan dat zo meer die kant op. Ja, ik ga er wel vast uit. Nou, je ziet dus hoe hard die bui die lucht naar binnen trekt. Je ziet hem aan de rechterkant bij die punten, dat noemen we de inflow tails. Dus waar de warme, vochtige lucht de bui instroomt. Je ziet dat hij gewoon heel hard, zo hard aan het zuigen is dat het al heel laag bij de grond hangt. Maar je ziet die wolkjes er ook echt flink in racen. En ook nu mooi gescheiden van de neerslag. En daarnaast, daar zien we een soort kraag hangen. Want achter die roterende beweging langs komt dat koude lucht naar beneden gestort. En dat die kraag die daar links van zit, dat vormt de grens tussen de warme lucht waar we nu staan en de koude lucht die hier omheen krult. Nou, deze hagelstenen zijn zojuist in de supercel gevallen, een tijdje geleden zijn gesmolten. Maar wat je heel mooi ziet in deze hagelstenen, is dat ze ringen hebben. En dat komt omdat die hagelstenen in de bui vormen, naar beneden vallen, vervolgens weer door de opwaartse luchtstroom worden opgepakt en dat er weer een laagje water omheen bevriest.
En helemaal bij deze zie je eigenlijk in de grote hagelsteen en wat kleine hagelsteentjes zitten. Maar waarschijnlijk liggen hier in de buurt nog wel wat grotere hagelstenen, want we zitten hier aan de rand van het hagelspoor. Nou, hier liggen ze overal. De grootste die we vinden zijn wel tot 5 centimeter, misschien zelfs wel 6 centimeter groot. Dus ja, het heeft hier behoorlijk gespookt. Nog grotere. Oh, wauw.